Hey, welkom in deze video. Het zal een korte video worden, maar ik wil je toch een aantal dingen meegeven. En dat is namelijk dat ik merk dat de laatste weken, met al het retrograde gaan van een aantal planeten en de bepaalde standen van planeten ten opzichte van andere planeten. Ik ben geen astroloog, dus ik ga dat ook niet beginnen uitleggen. Maar ik merk wel dat veel mensen last hebben van ascensieverschijnselen. Net omwille van het feit dat het een periode is van diepe healing en transformatie. Omdat we eigenlijk aan het groeien zijn naar een kristallijnen lichaam. Wat dat betekent? Dat we eigenlijk ons lichaam aan het uitzuiveren zijn. Dus zowel op emotioneel, mentaal, fysisch en energetisch vlak moeten we eigenlijk zo puur mogelijk worden. En dat maakt dat je inderdaad afhankelijk van welke zaken je nog moet uitwerken of wat je nog moet verwerken, bewust van worden, dat dat allemaal naar boven komt. Ik heb een aantal zaken opgeschreven die je zou kunnen ervaren, omdat ik ook gemerkt heb dat bijvoorbeeld mijn kinderen en ik zelf ook heel veel last hebben van misselijkheid. Het lijkt alsof je de griep hebt. Maar die misselijkheid die komt en die gaat. Het kan ook zelfs zijn dat je koorts krijgt. Mijn dochter had vorige week ook koorts. Dat is gedurende 1 dag. Dan heeft ze ook veel gerust en geslapen. Zodat haar lichaam de tijd kreeg om die energieën op te nemen. Het lichaam aan te passen. Maar het kan ook zijn dat je heel slecht slaapt. Het kan zijn dat je heel veel wakker wordt. Het kan zijn dat je net oververmoeid wordt. Of allebei natuurlijk. Het kan zijn dat je woedeaanvallen hebt. Dat je je depressief voelt. Dat je heel veel moet wenen. Kortom, eigenlijk alle fysieke klachten die er zijn, probeert hij op dit moment in het licht te zetten van de energetische updates die bezig zijn. Want dat gaat jou helpen om het gemakkelijker te aanvaarden en ook makkelijker weer los te laten. En dus die hogere energieën gemakkelijker te integreren. Wat wil ik nog meegeven in deze korte video? Is eigenlijk dat je het ook kan zijn dat je moe voelt door energieverlies. Dus als jouw energetisch veld, jouw aura of hoe je het ook kan noemen, niet goed afgesloten is, dan verlies je heel veel energie aan mensen die niet meegaan in die evolutie en die dus eigenlijk op een lager niveau blijven trillen. En daarom is het ook belangrijk dat je door het feit dat je spiritueel aan het groeien bent, dat je heel zuiver ook al wordt op vlak van relaties. Dus relaties gaan veranderen. Je gaat zien dat mensen ook gaan veranderen, mensen gaan beter bij je passen of andere mensen gaan je loslaten omdat je voelt dat je niet meer die klik hebt of dat je niet meer elkaar aanvult of dat je niet meer een meerwaarde bent voor elkaar. En dat is het beste ook om elkaar gewoon daarin los te laten en niks te gaan forceren. Het kan ook zijn dat je gewoon elkaar een tijdje moet loslaten om elkaar elke zijn eigen healingproces te laten starten, te laten ingaan. Maar forceer het niet. Vertrouw op je gevoel en de dingen die moeten komen, zullen wel komen. Wat wil ik ook nog meegeven? Je zal merken dat ook jouw gaven, en dan bedoel ik jouw helderhorendheid, helderziendheid, heldervoelend of helderwetendheid, die gaan ook sterker worden en duidelijker worden, omdat je ze ook meer zou kunnen gaan gebruiken in je dagelijks leven, ten dienste van jouw geluk en ook ten dienste van de wereld. Dat betekent dus sowieso dat je ook gevoeliger wordt voor energie in het algemeen. En dus als je een hele drukke agenda hebt en je hebt de tijd niet om te recupereren, dan zou je inderdaad nog meer last hebben van die ascensieverschijnselen en van die fysieke klachten of emotionele klachten. Het is ook de bedoeling dat je op mentaal vlak eigenlijk alle verkeerde programmeringen gaat gaan resetten en gaat herprogrammeren. Dus dat je eigenlijk jezelf gaat gaan herprogrammeren, zoals je met een computer zou doen. Is tijd dat we ook geherprogrammeerd worden en een nieuwe update krijgen. En dat betekent dus dat we heel veel dingen moeten loslaten. Dus het kan zijn dat je de laatste week geconfronteerd geweest bent met een aantal overtuigingen die je had rond relaties, rond geld, rond educatie, onderwijs, rond hoe dat iets moet zijn volgens jouw ideeën. Maar dat je tot de vaststelling gekomen bent van dat het eigenlijk niet zo hoeft te zijn, dat er ook andere mogelijkheden zijn.
En ook dat is een voorbeeld van verkeerde programmering die gereset worden en die hergeprogrammeerd worden. Straks ga ik je nog meegeven hoe dat je energetische koorden kan gaan zuiver houden en gaan reinigen en doorknippen. Maar wat ik ook nog eerst mee wil meegeven is dat je, hoe dat je zuiverder wordt, of hoe ik het zelf gedaan heb om zuiver te worden op de verschillende vlakken. Dat is bijvoorbeeld, merkte ik dat mijn lichaam een aantal voedingsmiddelen niet meer kon verdragen. Bijvoorbeeld paprika's, champignons, alle soorten exotisch fruit. Daar is mijn lichaam heel gevoelig voor. En als ik dat eet, dan weet ik dat ik last heb van mijn maag en dat ik eigenlijk heel de nacht wakker lig met maagpijn en buikpijn. Dus kies ik ervoor om die voedingsmiddelen te vermijden en mijn eten aan te passen naar wat dat mijn lichaam aangeeft dat wel nodig heeft. Wat doe ik ook? Wij gebruiken heel veel natuurlijke producten. Dat gaande van wasmiddel om onze kleren mee te wassen, om producten om te poetsen, maar ook douchegel, shampoo, wat we heel weinig gebruiken. Bijvoorbeeld mijn kinderen die wassen hun haar, maar enkel met water, dus met geen shampoo. Dan wat hebben we nog veranderd? Bijvoorbeeld tandpasta. Daar gebruiken wij geen tandpasta meer met fluoride. Mijn kinderen poetsen hun tanden zelfs gewoon enkel met water, omdat zij dat zo gewoon zijn. En wij zelf gebruiken tandpasta zonder fluoride. Dus biologische, natuurlijke producten. Soms maak ik die zelf. Maar over het algemeen koop ik mijn tandpasta ook op basis van etherische olie. Waarom? Omdat jouw huid is eigenlijk het grootste lichaam dat je, of het grootste orgaan liever dat je hebt. En daar, via je huid neem je ook heel veel stoffen op. Dus om een voorbeeld te geven, als ik bijvoorbeeld heel veel stress heb, en dat kan ook gewoon op spiritueel niveau zijn, dat ik een aantal, dat mijn ziel eigenlijk een paniek geraakt rond een aantal zaken. En dan kan het zijn dat ik meer uitslag kreeg op mijn gezicht. Waar ik vroeger dacht dat dat enkel door een aantal voedingsmiddelen kwam, kan dat ook te maken hebben met stress bijvoorbeeld. Dus je huid zal je vertellen wat er aan de hand is. Als je ergens een uitslag krijgt, kijk op welke plek dat die uitslag zit en luister eigenlijk naar je lichaam van wat die plek of die uitslag jou wil vertellen. Want elke fysieke klacht heeft een onderliggende oorzaak, een onderliggende reden. Dus eigenlijk door holistisch naar je probleem te kijken, kan je dat gaan transformeren op zielsniveau, op energetisch niveau. En kan je echt diepgaande transformaties op een hele snelle en efficiënte manier teweeg brengen. En dat is ook hetgeen wat ik onder andere doe in mijn transformatiesessies. Als mensen daarmee naar boven komen en zeggen van ik heb die op die klacht. Al dan niet op fysiek niveau, dan gaan we gaan kijken wat de onderliggende reden is. Dat kan zaken zijn die te maken hebben met ervaringen in het als kind zijn, dus in dit leven. Maar het kan ook zijn dat het te maken heeft met familiekarma. Het kan ook te maken zijn met zaken op energetisch vlak of uit vorige levens. Dus daarom is het belangrijk om echt stil te staan en diep in te gaan op elk probleem dat er zich aanbiedt. Want soms pak je een probleem aan, maar is het enkel maar de bovenste laag dat je aanpakt. Terwijl als je weet wat dat eigenlijk de oorzaak is en je gaat de oorzaak gaan aanpakken, kan je problemen veel sneller gaan transformeren. En daarom gebruik ik ook heel veel aromatherapie en healing natuurlijk als natuurlijke geneesmiddelen. Omdat doordat je lichaam heel zuiverder wordt en heel gevoelig wordt, reageren ze ook heel snel op geneesmiddelen. Bijvoorbeeld als ik een geneesmiddel neem, dan heb ik meestal alle bijverschijnselen of bijwerkingen die op de bijsluiter staan. Dus ik neem nooit geen geneesmiddel, tenzij dat ik eigenlijk echt heel ziek zou zijn. En dat dat de enige manier is om mezelf weer te genezen. Maar ik werk eigenlijk heel veel preventief. Als ik voel dat ik moe ben, dan ga ik rusten. Als ik voel dat mijn keel begint pijn te doen, of ik heb problemen met mijn keelchakra, dan ga ik daar rondwerken. Dan ga ik daar helende energie naartoe sturen. Dan ga ik werken met de goddelijke vlammen of met de engelen.
En ondertussen aromatherapie, bijvoorbeeld lavendelolie, ter ondersteuning gebruiken op fysiek niveau. Dus ik neem niet alleen het probleem aan op fysiek niveau, ik ga onmiddellijk ook gaan werken op emotioneel, mentaal, want het kan vaak ook zijn dat er daar ook iets gaande is, maar ook heel veel op energetisch vlak. Dus bekijk problemen die zich tonen aan jou eigenlijk vanuit alle kanten, vanuit verschillende invalshoeken. En natuurlijk, het belangrijkste is innerlijk werk. Want innerlijk werk, zoals ik net ook zei, problemen kunnen heel vaak de oorsprong hebben op het moment dat je eigenlijk als kind was, waarvan je eigenlijk niet meer bewust herinnert wat er toen gebeurd is. Door dus eigenlijk met jezelf aan de slag te gaan en met je innerlijke te gaan werken, kan je meester worden over jouw emoties, over de trauma's. En kan je eigenlijk al die gekwetste stukken gaan transformeren, waardoor je dan eigenlijk ook een zuiverder lichaam, een zuiverder persoon, een zuiverder energie krijgt. Want uiteindelijk is ook dat de basis van ook een gezonde en gebalanceerde relatie. En dan heb ik het niet alleen over romantische relaties, maar over relaties in het algemeen. Als jij in balans bent, dan gaan andere mensen jou minder en minder gaan triggeren. Of als ze jou triggeren, ga je heel snel de link kunnen leggen van oké, dat heeft daar nog mee te maken. Of ik dacht dat dat inderdaad getransformeerd en geheeld was, maar blijkbaar is het nog niet volledig geheeld. Dus op die manier kan je eigenlijk jezelf beter ook gaan leren kennen en jezelf ook weer een volgende stap zetten in je innerlijke groei en in je spirituele ontwikkeling. En nog een ander stukje waar ik natuurlijk over wil hebben is telepathie. Want naarmate dat je spiritueel gaat groeien, ga je ook veel meer telepathisch gaan communiceren met verschillende mensen om je heen. Vooral met de mensen waar je een nauwe band mee hebt of waar je spiritueel, dus op zielsniveau, mee geconnecteerd bent. Dat betekent ook dus eigenlijk dat boodschappen krijgt. Dus niet alleen woorden, zoals dat ik nu tegen jou zou praten, dat je dan hoort in gedachten. Maar het gaat ook over gevoelens. Het kan ook zijn dat je merkt dat op een bepaald niveau dat je getriggerd wordt, dat je niet weet van waar dat komt. Maar dat kan zijn dat die andere persoon waar je telepathisch mee communiceert, dat hij op dat moment, of hij of zij op dat moment, eigenlijk door een bepaald trauma aan het gaan is, een bepaalde healing aan het doen is van het trauma, waardoor dat je dat ook voelt. Dus het is heel belangrijk dat je ook op dat vlak zuiver bent in je communicatie. Dat je heel bewust bent van wat er aan de hand is. En daarom, als je nieuw bent op het pad van spirituele ontwikkeling, dan zijn dat een aantal zaken dat je weet dat je inderdaad spiritueel aan het ontwikkelen bent. Hè? Die ascensieverschijnselen waarover ik al sprak, het aanpassen van je eten, het gevoeliger zijn. Ga op zoek naar natuurlijke producten. Kijk wat er bij je past. Kijk naar wat je toe aangesproken voelt. Mocht je vragen hebben daaronder, dan kan je dat gerust hieronder de video zetten en in posten. Dan ga ik ook wel tips geven waar ik mijn producten aankoop en aanschaf. Want het is niet omdat dingen bij natuurlijk staan, dat er ook allemaal natuurlijke producten of ingrediënten in zitten. Dus dat heb ik ook met schaam en schande ondervonden. Dus het is vaak echt een zoektocht naar producten die goed zijn voor jouw lichaam. Want het is niet omdat het goed is voor jouw lichaam of voor mijn lichaam, dat daarom ook goed is voor een ander. Vooraleer ik de video afsluit, wil ik met jullie nog eventjes meegeven hoe dat je eigenlijk energetische koorden zuiver kan houden. Dus in vorige video's heb ik u verteld dat je met elke persoon die je tegenkomt een energetische koord aanmaakt. Dus een energetische verbinding aangaat. Dat gebeurt altijd onbewust. Ik heb nog nooit bewust een energetische koord met iemand aangemaakt, maar wel al bewust verbroken. Wees je ervan bewust dat de relatie zelf ook een energetische koord heeft. En dat koorden, dat dat eigenlijk energie is. Dus eigenlijk, dat wil zeggen dat je ook op energetisch vlak heel makkelijk mee kan gaan werken door het gebruik van je intentie van je gedachten. En dat betekent dat als je merkt dat je je heel vaak moe voelt of dat je last hebt van, ik zou zeggen iemand, maar dan gaat het voornamelijk niet over die persoon, maar vooral over de energieuitwisseling tussen jullie beiden, dan is het belangrijk dat je die energetische koorden gaat gaan reinigen, gaat gaan zuiver houden. Je kan nooit geen koorden doorbreken die niet doorbroken mogen worden. Of koorden die op basis van liefde gemaakt zijn, kan je nooit doorbreken. Hè? Want die ga je ook niet uitputten. Integendeel, die ga je energie geven, die ga je vervuld laten voelen.
Dus, maar wat is wel belangrijk dat je doorbreekt of doorknipt, dat zijn eigenlijk koorden, dus alles wat dat toxisch is. Alles wat jou niet langer dient, alles wat jou uitput. En alles wat je eigenlijk energie van verliest. Dat kan zijn mensen waar je een relatie mee gehad hebt. Dat kan zijn collega's, gewoon mensen die je tegenkomt langs de straat. En als je daar gevoelig voor bent, dan is het belangrijk dat elke avond of elke morgen of een moment dat voor jou gemakkelijk is, een vast tijdstip op de dag, er de tijd voor neemt om die koorden te doorbreken. En in eerste instantie ga je alle koorden doorbreken die gemaakt zijn op basis van angst. Vaak is het zo dat mensen zich gaan hechten aan jou, onbewust doen ze dat natuurlijk, omdat ze voelen dat jij een hogere energie hebt. En doordat ze bij jou, in jouw omgeving zijn, in jouw energieveld zijn, dan voelen ze zich goed. En gaan ze eigenlijk vanuit daaruit zich gaan hechten aan jou. Dat zijn geen gezonde hechtingen, geen gezonde verbindingen. Dus die gaan we doorknippen, gaan we doorsnijden. Hoe gaan we dat doen, dat doorknippen? Dat kan je heel eenvoudig doen door de hulp van aartsengel Michael in te roepen en gebruik te maken van zijn zwaard. En we gaan ook extra beroep doen op de gouden energie, de gouden vlam van afkomstig van de bron. Waarom? Omdat gouden energie ook helende energie is en niet alleen bijvoorbeeld specifiek een groene energie of een blauwe energie of een rode energie of een roze energie is. Gouden energie is voller, heeft meer eigenschappen dan een ander specifiek kleur. Dus daarom gaan we met de gouden energie werken. Wat ga je doen? Je gaat de persoon, als je één specifieke persoon hebt waar je de koord wil van doorbreken of een bepaalde situatie, dan ga je die persoon of situatie visualiseren. En zie je in jouw gedachten die koord die tussen jullie beiden of tussen jou en die situatie loopt, vraag je naar aartsengel Michael om die koord te doorbreken. En om de gaten of het stukken ervan die overblijft, om dat op te vullen met gouden energie van de bron. En op dat moment ga je ook die gouden energie sturen naar jezelf en die andere persoon. Waarbij je eigenlijk op dat moment jezelf heelt en die andere persoon heelt. Of die situatie heelt. En in derde instantie, dus ik geef het nu eigenlijk heel in korte stukjes, hè. Maar in derde instantie, en belangrijke instantie, is dat je jezelf vergeeft, maar ook de andere vergeeft. Of de situatie vergeeft. Dus vergiffenis is een heel hoog trillende energie, die ervoor zorgt dat eigenlijk alle negativiteit die er nog rond die situatie, of rond die persoon, of rond die connectie zou zijn, getransformeerd worden. Via de gouden energie van de bron. Dus ik ga nog eens herhalen. Je visualiseert wat je wilt doorsnijden of doorknippen. Is er geen specifieke persoon dat je in gedachten hebt, vraag dan gewoon alle koorden die jou niet langer voor je hoogste goed zijn, om die te laten doorknippen. En dan ga je altijd degene doorknippen die je eigenlijk niet meer nodig hebt. Dan roep je aartsengel Michael en zijn zwaard aan en de gouden energie, de gouden vlam en de gouden straal van de bron. Waarom? Het zwaard om te doorknippen en de gouden energie om op te vullen en te helen. Je stuurt healing naar jezelf, naar de situatie en naar de andere persoon. En op het einde vergeef je jezelf en de ander en de situatie. En bedank je de lichtwezens, de bron, de gouden vlam en aartsengel Michael en jezelf ook voor hetgeen wat je nu op dit moment gedaan hebt. Want werken op energetisch niveau kan iedereen. Het is niet moeilijk, integendeel, het gaat allemaal gewoon over jouw intentie, over de gedachten en het feit dat je er ook in gelooft dat het werkt. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat je de komende weken goed doorkomt en dat je niet te veel last meer hebt van ascensieverschijnselen, van fysieke klachten. Want ook dat is heel vermoeiend. Dat kan ik jammer genoeg over meespreken. Maar weet van waar dat het komt en weet wat het hogere doel hiervan is. Mocht je nog vragen hebben, wil je een reading of een sessie of een transformatiesessie met mij boeken? Of mailcoaching hebben? Weet dan dat je dat via de website www.schoolvoorascensie.be kan reserveren. Of je kan me gewoon hieronder via de video een bericht sturen en dan ga ik jou ook wel antwoorden. Zo, ik wens je nog een hele fijne week en tot in een volgende video. Dag!